Het was. Heks natuurlijk. Juist. Elke dag vroeg ze, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de lelijkste van het land? Zullen we dat allemaal eens zeggen, kinderen? Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de lelijkste van het land? En het antwoord is... Heks! Juist! Maar op een dag antwoordde de spiegel... Reus! Dat kon ze niet verdragen. Ze ging naar Reus en zag het al. Reus was ziek en zat onder de rode vlekken. Arme Reus! Toen Heks dat zag... maakte ze snel een toverdrankje om hem te genezen. De rode vlekken verdwenen en toen was Heks weer de lelijkste van het land. Ze haalde opgelucht adem. Iedereen weet toch wie de lelijkste van het land is? Ja, Heks! En niet alleen van buiten, want ze kan ook echt gemeen zijn. Dat doet me denken aan die dag dat Roodkapje... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.